Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname in haar greep houdt. Bij de opname van het programma is het aantal COVID-19 positief geteste gevallen 373. Daarvan zijn 187 actieve gevallen, 176 personen zijn genezen verklaard. 291 personen zijn momenteel in quarantaine. We hebben helaas 10 doden te betreuren. Later op de dag is de kans wel groot dat het aantal positieve gevallen gestegen is. Vandaag hebben we een wetenschapper in de studio. En vandaag hebben we in de studio de heer Max Huisden. Met hem praten we over de recente zorgwekkende ontwikkelingen rond COVID-19. Welkom in de studio. Goeiedag, dankjewel. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Ja? Ja. De maatregelen zijn versoepeld. Wat vindt u van de versoepeling? We vallen gelijk met de deur in huis. Ja. Kijk, de versoepeling was op een gegeven moment nodig. Omdat vooral de sociaal-maatschappelijke, de financieel-economische situatie van velen onder ons, onder de bevolking van Suriname, eigenlijk ondraaglijk werden. Als wetenschapper die zich eigenlijk meer bezighoudt met de gezondheidsaspecten, de milieuaspecten en de algehele zeg maar, specifieke zaken die COVID-19 aangaan, ja. Heb ik eigenlijk wel mijn bezorgdheden, omdat het natuurlijk met een prijskaartje gaat komen. En het prijskaartje gaat zich uiten in het aantal gevallen dat positief getest wordt. En, jammerlijk ook het aantal sterfgevallen. Ja. Dus aan de ene kant was het nodig, aan de andere kant komt het met een prijskaartje. Niet alleen, ik vraag me eigenlijk af of die versoepeling niet te snel is gegaan en, het had volgens mij geleidelijk aan moeten gebeuren. Ja. Oké, er is versoepeling doorgevoerd, dus we kunnen zeggen dat we de situatie redelijk onder controle hebben? Nee, de situatie is niet onder controle. Het lijkt alsof we weinig gevallen hebben en dat is inderdaad ook zo. Mm-hmm. Maar we moeten rekening ermee houden dat we ongeveer 2 maanden achterlopen op wat er zich in het Westen afspeelt. Ah, okay. Dus als je kijkt wat er in Europa gebeurt en in Amerika, de USA, dan zie je dat men eigenlijk dit stadium ongeveer 2 maanden geleden heeft doorlopen waar wij nu zijn. Dus we moeten eigenlijk voorkomen dat we ons spiegelen aan maatregelen die daar nu getroffen worden, zoals versoepeling, zaken weer openstellen enzovoorts. Ja. Omdat wij eigenlijk vroeger in het traject zijn. Onze challenge ligt er maar eigenlijk in om te monitoren en om continu te reguleren, dus bij te stellen aan de hand van het aantal gevallen. Ja. Als je ziet dat het aantal gevallen omhoog gaat, dan zou je eigenlijk je maatregelen moeten aanpassen op zodanige manier dat je dat onder controle blijft houden. Ja. Wat zijn de uitdagingen, denkt u? De uitdagingen zijn eigenlijk om het medisch systeem niet te overspoelen. Mm-hmm. Dus we hebben een bepaalde medische capaciteit. Dat betekent dat we dus een x-aantal patiënten kunnen accommoderen. En binnen die groep van patiënten die worden opgenomen, heb je natuurlijk een bepaald percentage dat intensive care nodig heeft. Ja. En die worden op de ICU opgenomen. Binnen de ICU heb je een bepaalde beperking voor wat niet alleen betreft het personeel, het verzorgend personeel, maar ook de faciliteiten. Dus de medische faciliteit, ja. Beademing, bedden enzovoorts. En dat is eigenlijk de grens waar je rekening mee moet houden. Vaak wordt er gesproken over spreading the curve. Mm-hmm. En dat betekent het precies. Want kijk, dit is een besmettelijk virus, heel erg besmettelijk. En veel mensen gaan eraan blootgesteld worden en ook positief getest worden of positief raken. Ja. Ja? Ze hoeven niet noodzakelijk getest te worden. Okay. Maar er zijn een heleboel mensen die positief zijn, die de ziekte hebben, met zich meedragen. Het niet eens weten, geen symptomen hebben, maar wel anderen kunnen besmetten. Ja. En de meest recente wetenschappelijke informatie wil dat het juist de asymptomatische mensen zijn, mm-hmm. die niet alleen langer, maar ook intensiever die ziekte kunnen overdragen. Ja. Dat is een wetenschappelijke informatie die vorige week is uitgekomen okay. in een gerenommeerde journal.
En dat zijn de challenges eigenlijk. Dus eigenlijk het reguleren en bijstellen en voorkomen dat je die in een grens overschrijdt van het medisch systeem. Spreading the curve betekent dat de mensen die blootgesteld worden en dus die inderdaad positief worden, dat die in principe niet allemaal tegelijk ziek worden. Ja. Maar dat je ze in de tijd uitspreidt, zodat je het controleerbaar houdt. Ja, dus eigenlijk er gaan besmette personen komen, mensen gaan besmet raken, maar eigenlijk willen we niet dat iedereen tegelijkertijd besmet raakt. Mag dat gebeuren? Mag dat een grote groep tegelijkertijd besmet raakt met COVID-19? Wat dan? Nou, dan is er een ramp, toch? Mm-hmm. En die ramp hebben we zien afspelen internationaal. Er zijn bepaalde landen die het niet zo nauw hebben genomen. Een voorbeeld daarvan is ons buurland Brazilië. Ja, klopt. Waarbij met name de president altijd heeft gezegd van het is maar een griepje. En het gevolg daarvan is dat ze nu een hele grote ramp op hun schouders hebben. Mm-hmm. Omdat ze kunnen het aantal zieke mensen niet verwerken. Ze kunnen zelfs het aantal sterfgevallen niet verwerken. Met als gevolg dat graafmachines en dergelijke drama's aan de orde komen. Om de slachtoffers te kunnen accommoderen. En dat willen we in elk geval niet voor ons land. Dat willen we niet voor ons land hebben. En ik denk dat we ons toch tot op dit moment gezegend en gelukkig mogen prijzen. Ja. Omdat het aantal gevallen toch redelijk in toom is gebleven. Maar dat heeft natuurlijk een reden. Mm-hmm. En de reden daartoe is dat we vanaf het prille begin, vanaf januari, februari, toch wel redelijk serieus zijn omgegaan met de situatie. En dat moeten we zo houden. We moeten niet verslappen. Nee, helemaal niet. We moeten alert blijven. En zoals ik al zei, we moeten blijven monitoren en reguleren. Oké. Hoe is de situatie nu bij de universiteit, wat het doseren betreft? Ja, de universiteit is creatief omgegaan met de situatie. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd om de colleges voortgang te laten hebben. Natuurlijk zijn we ermee overvallen, maar we hebben geprobeerd in te spelen door zoveel mogelijk online de studenten te accommoderen voor wat colleges betreft. En het stadium waarin we nu verkeren is dat we ook proberen om de studenten te accommoderen met betrekking tot online afstuderen. En ook kijken we naar de verschillende mogelijkheden om tentamens af te nemen. Enerzijds misschien online, anderzijds in kleine groepen en misschien zelfs creatief als een take-home tentamens, waarbij de studenten dus de gelegenheid krijgen om hun kennis te etaleren, de leerdoelen van de vakken te halen en op die manier dus creatief om te gaan met de situatie van COVID. Oké, dus bij de universiteit wordt er gewoon doorgewerkt? Nou, er wordt niet gewoon doorgewerkt. De universiteit is officieel gesloten. Oh, oké. Okay. Ja, dus gewoon geen toegang tot het terrein? Niet iedereen. Oké. Okay. Niet iedereen. Dus de bewaking zorgt ervoor dat het goed gereguleerd wordt. Alleen met goede reden mag je het terrein betreden. Maar de docenten, en ik praat nu als richtingscoördinator milieuwetenschappen en bestuurslid van de technologische faculteit. De docenten die proberen via Zoom-meetings, via online media, via online platforms toch hun werk te doen. Ook administratieve krachten die werken veelal van huis. Dus ik denk dat we eigenlijk gaan richting een nieuw normaal, waarbij steeds meer mensen zoveel mogelijk van huis werken om te voorkomen dat die ziekte zich verspreidt. Is misschien een eventuele vaccin een oplossing voor dit probleem, voor COVID-19? Men gebruikt de term vaccin heel makkelijk en heel vaak. Een vaccin is niet zo makkelijk, is niet zo eenvoudig. Kijk, een vaccin ontwikkelt men en dat vergt het veel tijd. Omdat men niet alleen de effectiviteit, maar ook de veiligheid ervan moet testen. En dat kan je alleen doen door in de praktijk mensen ermee als onderzoek mee te vaccineren. Mm-hmm. En dan te monitoren om te kijken wat de gevolgen zijn, short term, mid term en long term. Yeah. En voordat dat gedaan is, kan je eigenlijk niet spreken van een efficiënt vaccin. Wat men creatief heeft gedaan de afgelopen maanden,
Men heeft gekeken naar bestaande vaccins die reeds een bepaalde fase van testing hadden doorgaan. Tegen eigenlijk een familieleden van dit nieuw coronavirus. Mm-hmm. En men heeft dus gekeken van wat is de effectiviteit op het beheersen van COVID-19. En er zijn bepaalde vaccins die promising zijn. Komende maand, juli, mm-hmm. gaat men van start om enkele te testen op mensen. Oh, okay. En een vaccin is in principe een voorzorgsmaatregel die je kan treffen. Door mensen hun immuunsysteem op een kunstmatige manier te boosten, zodat mochten ze besmet raken, dat ze dan enige weerstand hebben opgebouwd. Maar een vaccin is ook heel specifiek voor een bepaald virus. Toch? En virussen hebben de eigenschap dat ze muteren. Hun genetische eigenschappen die veranderen in de tijd. En met als gevolg dat vaccins niet altijd meer effectief zijn wanneer we erop rekenen. Dus als je vaccineert, dan vaccineer je eigenlijk tegen het vaccin van enkele maanden of jaren geleden. Ah, okay. En in de tussentijd kunnen die mutaties, die veranderingen in het genetisch materiaal ervoor hebben gezorgd dat de eigenschappen van het huidige virus wat anders zijn. Oh, okay. Dus een vaccin biedt enige verlichting, maar niet volledig. Oh, okay. Dus het is geen 1, 2, 3 job? Nee, zeker niet. Oké, wat is uw prognose voor de komende periode, de komende weken? De komende weken in Suriname? Ja, in Suriname. Ja, ik voorzie dat we meer gevallen gaan krijgen. Mm-hmm. Als een direct gevolg, deels, van de versoepeling. Dat is een logisch gevolg, omdat je mensen dus de interactie van mensen die mogelijkerwijs besmet zijn, met gezonde mensen, dat je die interactie dus vergroot. Met als gevolg dat je dus meer besmettingen gaat krijgen. Dus die stijging gaan we meemaken. Hopelijk kunnen we het zodanig in toom houden dat het zich niet gaat uiten in een aantal sterfgevallen. Toch? Dat is de grote challenge. We moeten de mensen kunnen accommoderen, ja. Medisch gezien, om te voorkomen dat het uit de hand loopt. En in zo'n situatie, bij een pandemie, is de noodzaak daar dat je mensen dus in leven houdt. Het is een levensbedreigende situatie. Dus het hoofddoel is voorkomen dat je mensen verliest. Ja. En ik denk dat we nu eigenlijk een beetje aan het plafond zitten van onze capaciteit in de medische sector. Dus dat kan een challenge worden. Tegelijkertijd is er een heleboel onderzoek gaande om ook preventief met deze COVID-19 situatie om te gaan. Er wordt onderzoek gedaan naar zaken zoals bijvoorbeeld zink. Ik praat nu over microsupplementen, hoor. Ja. Dus zaken die we zelf in de hand kunnen nemen om ons immuniteit te boosten. Mm-hmm. Zink bijvoorbeeld heeft invloed op het mechanisme dat door het virus wordt gebruikt in de cellen van de patiënt om zich te vermenigvuldigen. Dat doet het door middel van een enzym, dat is een replicase of replicase. En replicase zorgt er eigenlijk voor dat het virus zich kan vermenigvuldigen en in principe onze cellen kan aanzetten tot het maken van meer virussen. Zink heeft invloed op dit enzym. Okay. Dus als microsupplement kan zink dus een belangrijke rol gaan spelen bij het in toom houden van die besmetting. Er zijn meer, bijvoorbeeld vitamine D, mm-hmm. Vitamine C als antioxidant. Want wat is gebleken, is een challenge om met dit ding te praten, hoor. Want mijn bril beslaat en ik raak een beetje adem. In principe is een vitamine C bijvoorbeeld is een antioxidant. Wat is gebleken is dat deze ziekte, in tegenstelling tot wat men eerder dacht, dat het dus een aandoening was van de longen alleen, blijkt dus dat het een cardiovasculaire, met name een vasculaire aandoening is, waarbij de binnenkant van de bloedvaten, het endothelium, ook diezelfde ACE-receptoren bevat. En deze ACE-receptoren die zijn dus de receptoren die een interactie ondergaan met het virus. En deze ACE-receptoren
die komen dus ook voor in de binnenkant van de bloedvaten. Okay. Met als gevolg dat er een ontsteking ontstaan in het vasculair systeem, in het bloedvatenstelsel. Okay. En dat er reactief oxygen species ontstaan. Dit zijn dus ROS, noemen we ze. Reactief oxygen species zijn moleculen die eigenlijk ervoor zorgen dat cellen worden afgebroken en genetische mutaties kunnen optreden in deze cellen. En antioxidanten kunnen dit tegengaan. En vitamine C is zo'n antioxidant. Okay. Dus ook vitamine D, vitamine C en dergelijke kunnen worden gebruikt in het indammen van deze uitbraak. Maar hoe belangrijk is het opbouwen van je weerstand? Hoe belangrijk is dat nu, deze periode? Het is heel erg belangrijk, omdat in principe wij allemaal verantwoordelijk zijn voor onze eigen gezondheid, onze eigen veiligheid, niet alleen, maar ook de mensen om ons heen. Dus als we allemaal onze weerstand kunnen opbouwen, onze immuniteit kunnen opbouwen, dan hebben we een betere kans van slagen als collectief. Over collectief gesproken, er is ook iets dat men noemt herd immunity. Mm-hmm. Dat is eigenlijk kudde-immuniteit. En dat is eigenlijk waar we naartoe willen als gemeenschap. We willen dus dat een heleboel mensen dus die immuniteit opbouwen van nature, zodat we de weerstand tegen het virus kunnen behouden en kunnen voorkomen dat mensen heel erg ziek worden. Oké, nou tot slot een boodschap naar de samenleving, vooral gezien de lockdown is versoepeld. U mag in de camera kijken. Oké, ja, dus ik wil de gemeenschap bemoedigen. Tijdens zo'n situatie is het altijd een challenge, maar het is toch wel noodzakelijk dat we het hoofd koel houden. Dat we rationeel naar de zaken kijken, dat we de wetenschap volgen, zodat we kunnen inspelen. En dat we de maatregelen die de overheid voorschrijft, dat we die echt ter hand nemen als bevolking. Ik weet dat het een challenge is, vooral omdat het een situatie is die we niet met het blote oog kunnen zien. Maar het is wel aanwezig. Ja. Dus ik wil de gemeenschap bemoedigen in eerste instantie, maar ik wil ze ook zeggen dat ze dus de maatregelen heel serieus moeten nemen. Dat betekent persoonlijke hygiëne, waar we al zoveel maanden over praten. Het betekent ik wil het geen social distancing, maar meer physical distancing noemen. Dus dat we die 2 meter afstand tussen de mensen om ons heen, dat we die bewaren. Dat we onze eigen immuniteit boosten door gezond te eten, met name fruit en groenten. De micronutriënten waar ik het zo net over had, die komen voor in fruit, groenten, in de zon. Dus als je in de zon bent voor misschien een half uurtje per dag, dan helpt dat om je vitamine D gehalte in het lichaam aan te maken. Ik wil de mensen bemoedigen door misschien te adviseren dat ze elke dag 1 multivitamine innemen voor het supplementeren van die micronutriënten. En dat ze met name veel vitamine C gebruiken. Aan vitamine C kan je eigenlijk niet te veel innemen. En dat is vitamine C als in citrus. Ja. Daar kan je niet te veel van innemen. Dus een megadosis vitamine C als je je niet lekker voelt is wel aan te raden. Daarnaast is natuurlijk ook veel water drinken om die hydratatie op een niveau te houden. En ook een relaxatie, gezonde levensstijl, sporten. Frisse lucht zijn allemaal belangrijke zaken waar we rekening mee moeten houden hierin. Oké, dankjewel. Bedankt voor uw boodschap, uw wijze woorden. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Dames en heren, we hebben gesproken met de wetenschapper Max Huisden. U heeft het gehoord, uw weerstand opbouwen is zeer belangrijk deze periode. Samen moeten we de strijd leveren tegen deze ziekte, COVID-19. Het worden geen makkelijke weken, maar we komen er samen zeker door. En ik wens u ook een fijne en veilige dag verder. Tot de volgende aflevering.